Harmonie Overnieuw in Beek en Donk heeft in muziekcentrum Met Anker op nieuwjaarsdag het nieuwe jaar ingeluid met een concert. Alle gelederen van de vereniging, jong en oud, hebben van zich laten horen. Het publiek kon kijken en luisteren naar het jeugdorkest en de leerlingen- en jeugdslagwerkgroep. Meneer Heesakkers, 125 jaar oefening en uitspanning. Wat staat het komende jaar allemaal op het programma? Nou, we hebben een fantastisch programma, vooral in de feestweek van 19 tot en met 22 mei. Dan is er allereerst een scholenproject waar meer dan 800 leerlingen komen. Vervolgens hebben we in de tent, de feesttent naast het gemeentehuis, een ouderenmiddag. We hebben een promsconcert. We gaan de volgende dag een hele grote reunie organiseren voor alle leden die in die 125 jaar bij ONU geweest zijn. Dat is s'avonds een concert voor de jeugd. En als slot, de zondag, is er een hele grote Oemshoek met 25 harmonieën. En is er een slotconcert van de Philips Harmonie en allerlei culturele festiviteiten. En wat kunnen we nog verwachten van het Slagwerkorkest dit jaar? Het Slagwerkorkest, ja, dat gaat meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. Die zijn erg in opmars. En die gaan hoge ogen gooien bij het Slagwerkconcert. Daarlangs ging het jeugdorkest volgens mij ook nog ergens naartoe. Ja, het jeugdorkest dat gaat voor de eerste keer op concours. Dat is heel spannend, want dat hebben ze nog nooit gedaan. Speciale nummers voor gekocht en ingestudeerd. En die gaan in april ook met concours, ja. Wel leuk dat in het 125ste jubileumjaar dat soort nieuwe dingen ook weer gebeuren. Ja, je kunt je wel concentreren op het jubileumjaar, maar je kunt ook voor de andere dingen ook gewoon door laten gaan. Zo gaan de carnavalsconcerten ook gewoon door, het popcorn gaat door en het zijn allemaal leuke dingen die toch ook gewoon in een concertjaar horen. We kunnen dus eigenlijk wel constateren dat harmonie, oefening en uitspanning 125 jaar oud is, maar nog steeds hartstikke jong. Het is een hartstikke jong orkest. Vandaag heeft u kunnen zien bij het nieuwjaarsconcert dat er alleen maar jeugd op het podium zit. En daar mag ik mezelf niet meer mee rekenen.